hun waarheid is niet altijd de echte waarheid. Hè? En in het begin heb je daar moeite mee. Dan wil je nog corrigeren. Maar op den duur moet je het zo laten. En soms zelf mee gaan praten. En dat is in het begin best moeilijk. En dan ben je best geneigd voor te corrigeren. En dat was ook als hij iets moest hebben in de kastjes. En dan was hij aan het zoeken en dan trok hij elk kastje open. En dan zat ik hier en dacht, helpen is niet altijd helpen. Was zijn manier voor het te vinden. Als hij dan zei, ja, wat is dit of dat? Dan stond ik pas op en ik wist het dan. Maar dat moet je echt leren. Want hoe gauw ben je niet geneigd voor te pakken. Voor het. Maar je moet heel erg opletten dat je ook niet afneemt wat ze wel nog kunnen. Hij zei, mam, dat gaat niet meer. Ze zei, ik ben een kwartiertje bij hem geweest. En dan heb jij 24 uur. Nou, en die heeft toch nog anderhalf jaar geduurd. En toen heb ik gezegd, ja, nou gaat het niet meer. Ik heb gedaan wat ik kon. Dan kan je het ook gemakkelijker overgeven. Toen zegt ze tegen mij, maar je moet dus wel veranderen van zorg in natura in BGB. Dus ja, ik zei, als dat nodig is, dan moet dat maar. Toen ineens belde die man van het VGZ mij. Hij zegt, kom hier voor een gesprek en neem iemand mee. Hij zegt, twee horen er meer als één. Maar ik denk dat hij toen ook wel aan mijn stem en alles had gehoord dat ik het gewoon niet meer wist waar je het zoeken moest. Bellen, kijken waar kan ik nog naartoe bellen, opzoeken op internet. Je weet het allemaal niet. Dus wij gingen daar naartoe, zegt hij tegen mij. Je maakt het je veel moeilijker en het is allemaal veel duurder. Oh, ik zei, maar dat wist ik niet. Maar dan ga ik kijken bij een verpleeghuis. Ik zei dat ik er dankbaar voor was dat die man mij gebeld had. Aan de ziekte kan je niks doen. Maar als je zegt, ik ben voor 200% tevreden over de verzorging en alles zoals het gaat, dan mag je ook dankbaar voor zijn. Dat ze zo lief, zo aardig de dingen zijn, dat maakt ook veel goed. We kunnen dankbaar zijn dat we nou in deze tijd leven en niet 50 jaar geleden. Nou zijn er nog mogelijkheden, nou zijn er behandeling. En toen zegt hij tegen mij. Hij zei, ze hebben het er hier over dat je altijd zo positief bent. En zelfs in deze moeilijke situatie weet je er nog een positieve kant uit te halen. En weet je wat ik ook altijd heb gezegd? Ik hou mezelf niet voor de gek. Je weet hoe het proces eigenlijk gaat. Je weet dat het achteruit gaat. Je weet dat ze terug kunnen gaan. Zegt mijn jongste kleindochter. Die zegt, oma, zou dat kunnen dat opa ons ook op een dag niet meer kent? Ik zei, ja schat, dat kan. Ik zei, alleen weten we niet wanneer. Hij bestaat nog, maar een leven heeft hij niet meer. Hij zit heel de dag in een stoel. Een enkele keer is nog dat hij me herkent. En dan zie je het aan de ogen, dan is hij blij. Maar soms dan kom ik ook een buitenzoon. En dan hebben we afgesproken, ik bel eerst van tevoren hoe het is. En als het rustig is en als het goed is, dan ga ik er naartoe. En is het minder, dan ben ik die dag daarna weer. Want ze zeiden ook, je moet jezelf die pijn niet aandoen. Als je man dan met een hond zit te spelen, was die neusje doen met die hond en zo met het gezicht aan het aaien. Maar dat deed hij zo lief mee. En hij stopte mijn bed, deed hem ook toestoppen. Dat is heftig als je het ziet. Maar er ging zoveel liefde en genegenheid vanuit. Dat de rest het niet viel. Als dat zorgelijke, dat lieve, dat tegenover die speelgoedhond, maakt dat veel goed. Dat was echt, het was heftig om te zien, maar ook mooi om te zien.